stuur me maar eruit. Dat is bijna eruit. Daarvoor heb ik echt iets meer promoties nodig. Arme prinsessa, schiet voor geen meter op. Nee. Ik heb nu voor de verandering snelle promoties. 1-1-1. Maar ik wilde net 3 gooien. Waarom gooit iedereen nou 3? Behalve jij. Moet je opletten, nu gooi jij 3. 1. Dat is 6. Nou, 2 keer 3 is 6, dus... Ja, inderdaad. Nou, kies maar de zoet uit. Maar dat is niet jouw kleur. Jouw kleur is de klaver. Dat klopt. Wat heb je? Oh, district at random. Oké. Dan is het jouw district straks. Nee, het is waarschijnlijk degene van Patty. Ja. Succes met die 115. Nou, nog dichtbij genoeg. Niemand heeft de... Oh, je hebt al stocks. Jee. Het zijn gewoon die random stocks die een keer had gekocht en gekregen. Nu krijg ik weer 3. 5. Dat is 4. Ik ga het toch proberen. Pompen. You do be pumping. Ja, we zitten toch al bijna aan het half uur, toch? Nou, klopt. Ja, dan mag het. Kijk, nu zit langzaam zeker het verschil er ook in. Ja, ik ben blij dat ik nog een beetje meeloop. Ja, maar dat is het ook. Als je gewoon kijkt van, oh, die heeft bijna een Monopoly, gewoon aandelen inkopen. Mm-hmm. Je leeft altijd om mensen mee. En zo win je ook eerlijk gezegd het wel. Want als jij meer stocks erin hebt dan ik, dan win jij daardoor. Nou, kom je nog goed weg. Kom heel goed weg. Kom. Nee, heb je stocks erin? Nee. Ja, dan is het een beetje zonde. Totdat iemand er straks in komt. Op. Je hebt prinsessa geholpen. Ja, dus misschien niet handig. Nee, maar ja. Daar heb ik een hele makkelijke oplossing voor. Oh, prinsessa. Jij krijgt van mij mooi deze. En dan krijg ik deze. Negotiate terms. Ze doen dit. Nou, misschien was ze zo meteen erop land. 1. Nee. Zat er toch niet in. Maar ja, nu heb ik de Suit Yourself kaart maar gebruikt. Want ja, ik kon er wel ronde blijven lopen, maar... Dit noemen we hubris, hè? Ik verkoop er net één en waar land ik op? Op mezelf. Lol. Je hebt daar echt veel stocks in zitten, oh shit. Ja, maar laten we even eerlijk zijn. Waar moet ik andere stocks in stoppen momenteel? Ja. Patty doet niks met haar dingen. Prinsessa loopt te weinig om dingen te doen. En jij hebt ook nog geen monopolie, dus ik kan ook niet echt op jou meeliften. Nee. Kijk. Dat zit zo aan de dijk. Je kan zeggen van ja, maar dat is maar 110. Of 113. Mm-hmm. Nou, ze moet nog een stukje. En dan werken wij haar stocks ook weg. Ik moet haar nu betalen, dat is een beetje jammer.
hoort erbij. Kom op. Nou, goed genoeg. En wat krijgen we? Wauw. Ta 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 ta. Ja, toch maar niet, hè? Wauw. Ja, soms ook gewoon geluk hebben. Dat zag ik ook wel met die Mario Stadium destijds met Stella. Zes keer vooruit lopen in één beurt. Ja, ik verkoop al 9 stocks, geen probleem. Ja, waar zal ze toch naartoe gaan? Ja. Mooi is, ja, Patty is zometeen waarschijnlijk de eerste die naar de bank gaat. Ja, die gaat zometeen als eerste naar de bank. Die komt straks op jou. Ja, voor de prijs dat je niet hoeft te doen. Nee. Het is bij de 68. Nee, voor de prijs en ik moet toch dat hartje hebben, dus. Ja, true. Pompen, pompen. Oh! Nou, heb ik het. Wat een kutspel. Niet zeuren, je krijgt bijna 1000 euro van me. Ja, dat is waar. Nou, gooi maar 1. Hmm. Dat is geen 1. Nou, het mooiste is, als ik 3 gooi of 4 gooi, kan ik ook nog steeds weer blijven pompen. Ja, dat klopt. Hé, hey, ze komt er wel op. Of nee, dat was zij niet. Dat was prinsessa was die. Ja. Nou, nu zie je opeens het verschil, hè. Van hoge 2000 naar bijna 7k. Ik ga er niet pompen. Nou, kom op. 6. Want ik land net op het hartje. Wow. Ik heb wel zo'n idee wie er gaat winnen eigenlijk. Ja, nu wel, ja. 5 van ieder district. Wow. Ja, dat tikt aan. Ik hoop dat je zo 1 gooit. Ja, 1 en dan 0000, maar dat had ik wel iedere keer moeten betalen. Dat lijkt me een goed idee. Tuurlijk komt ze er precies tussen. Ik komt ook precies. Ik dacht al van, wacht even, waarom gaat ze die kant op? Oh ja, ze komt er precies tussen. Jij kan hetzelfde trucje nadoen. Maar ja, jij kan niet altijd op dat eiland blijven. Nee. Jij moet daar een keer vanaf. Oké. Okay. Oké. Een promotion. Promotion. Ja, waar zal ze toch investeren? Ik heb letterlijk maar geen idee. Ook letterlijk random ergens in het bord. Oh, doe maar bij mij. Helemaal goed. Nou ja, D, C. Dicht genoeg bij elkaar. Ik wou net zeggen bluff.
Ja, die zijn wel heel duur nou, hè? Ja, nu wel. Die... Ze zijn geen 6 euro meer. Nee. Ik ga in die in van mijn zaal... Oh, die zijn ook duur. Ja, klopt. Omdat je zo'n 450 erop hebt staan. Ja. Of nee, 420. Toch doen. Oh god. Nou ja, als je op het eiland wil blijven, ik vind het helemaal prima hoor. Kijk of ze dat doet. Ik vind het wel aardig prijzig, maar ik weet niet, misschien. Hey! Wauw. Land net verkeerd. Ik had graag op mezelf in landen, want dan had ik nog kunnen boosten. Nou, ik vind het wel even fijn dat dat even niet aan de orde is op het moment. Ah, maar boost is hartstikke leuk. Voor wie? Verkoop even degene die minder waard zijn. Kijk, want als jij deze voor elkaar kan krijgen, lift ik ook gewoon op die mee. Mm-hmm. Ik heb alleen geen onderhandelingspositie met rolls, dat is een beetje het probleem. Ja. En nou hoef ik er maar 10 hiervan te verkopen. Ja. Maar jij hebt wel een andere onderhandelingspositie met blauw. Klopt, alleen ik heb niks wat ik van blauw wil hebben. Nee. Je zou eigenlijk met roze moeten onderhandelen, omdat ze ook kunnen onderhandelen met blauw. Mm-hmm. Zou ze maar uitkopen? Uh-huh. Ja. Ze kan het ook gewoon hebben, hè, met die stocks. Mm-hmm. Nou, daar ging een van je onderhandelingsposities. Ja, maar ik heb er wel veel geld voor gekregen. Dat is zeer zeker waar, ja. Alleen, ik hoef niet meer naar dat eiland. Oh nee, 3 ton. Of 310. Ja, je landt sowieso blauw. Of dat, ja. Ja, nee. Ja, dat is misschien een kaart inderdaad beter. Tiri 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 tiri. 10%. Oh. Nee, voor de dingen die 20 zijn valt op zich nog wel mee. In plaats van 23 betaal je nu 20. En voor 27, ja, misschien, ja, we zijn er boven. Ik vind het wel geinig dat jouw stocks op dat rechte onderdeel meer waard zijn dan die van mij. Terwijl het niet eens een monopolie is. Ja, dat doen we niet. Dat is gewoon zielig. Hij heeft hem compleet, hoor. Hey, joh. Weer een warp, weer een warp, weer een warp. To the last place. Maar dat wil ik niet. En natuurlijk gooi ik dan hoog. Nou ja, één stokje dan maar. Nou, dankjewel. Ik ga iets proberen zo. Ja. I only need one bad day. Eén iemand op mijn land en dan is het klaar. Mm-hmm. Zeer logische investering. Daar loop ik langs en daar investeert ze in. Oké. Luigi. Ja?
En dan voor die twee onder, rest onderin. Mm-hmm. Het is proberen waard. Kijk, wat is je balans? Ja, ik zal wat geld bij doen. No. 400, denk ik. Ja. Mijne wordt nooit geaccept. Verdomme. Kom door de snoer, denk ik. Oh. Nou, in principe het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Ik kom altijd op dezelfde weg. Of nee, die andere was op een dingetje. Maar ook ja, maar je hebt alle zoets nog nodig, dus. Mm-hmm. Betalen! Ja, en daarom snap ik niet waarom ze niet investeerden in een van degenen waar ik nog op moest landen. Ja. Yeah. Oh nee, 4 stocks. Gaat ook gewoon dom door in jouw rij. Oh nee, 10% van mijn ready cash. Oh, dat is geen probleem, ik heb nooit ready cash. Komt weer daarop, hè. Ja. Eén. Als dat geen commissie was geweest, oh. Ja. Luigie. Je komt altijd in het midden daar, hè? Ja. Oh, wacht. Dat was inderdaad beter. Round the blocks. Round die blokko's. Geef me 1 miljoen euro, alsjeblieft. Dat kan, maar dan moet jij nog een paar levels omhoog. Oké. Hey. 5 keer je level in stocks. Van een specifieke stok? Dat weet ik niet. Je weet wel online. Je andere keer gaan rennen in dat rad? Nee. Ze vinden het veel te mooi daar. Nee. District D. Dat is waarschijnlijk jouw district. Het meest waardevolle district. Eén, zei je, hè? 3. Nee, dinges moet 1. Oh, nee, dinges moet 1 gooien. Patty. Op zich. Oh nee, 1 stok. Ik loop nog steeds helemaal niet zo heel ver achter, ja. Nee. Jij lift op mij mee. Mm-hmm. Dat is zoals het hoort. Nee, maar zo werkt het hele spel. Ja. Als je op... als wij op Easy Rules hadden gespeeld... Jeez. Dan... Ja, serieus. Als we op Easy hadden gespeeld, dan was je niet mee geweest. Dan zat je misschien net op 4000. Maar het is veel leuker met stocks. Ja, klopt. Maar dan zou iedere aflevering wel 5 keer zo lang zijn. Mm-hmm. Want dan moet je er ook op landen. Nou, Patty. Patty. Oh nee, 2 stocks. Oh nee. Shit. Net niet. Ik had graag nog willen boosteren, want prinsessa moet daar naartoe. Jongen. Typisch. Het is niet dat ik wil dat het af is, maar... Nee. Ze hebben wel heel veel geluk. Maar dat is altijd met AI. De AI kan altijd gewoon door dingen heen ballerina. Ze zijn er gewoon een kwakwaval. Ja, inderdaad. Een kwakwavel. Ja. De beest. Ja. Die eend. Oh, yo, centjes. Ik onthoud nu alleen maar omdat er staat kwakwaval of wel carnaval. Wauw. Dat is het hele ding. Wauw. Kwakwaval, carnaval. Oh. Dus 2 keer kwak en dan gewoon carnaval erachteraan plakken. Ja, en wij afvragen van, hey, is Nintendo lui met namen? Ja. Ja, de namen vind ik soms wel echt geweldig, hoor. Nou, wat ik geweldig vind, is het feit dat ik een keer een AI 999 zie investeren. Dat heb ik eerder straks niet... opkomen. Dat heb ik eerder niet zien gebeuren, dat ze dat gooien. Maar ja, inderdaad, als we daarop gaan staan, is het inderdaad gevaarlijk.
Jee, 7 gold. Oh nee, 2 stocks. Ik vind het heel knap dat het heel moeilijk is, zelfs voor mij, om hier op te landen. Mm-hmm. Nee. Ja, fuck off, je lift nog mij ook. Kijk eens even. Kabooming! Zometeen verdien ik meer op mijn stocks dan jij. Ja. 3. Nou ja, op zich. Als zij wiped, heb jij en Patty het meeste profijt van. Is dat zo? Ja, want Prinsessa houdt 2 van Patty tegen. Dus links van de bank. Ja. En jij kan dan de 2 rechts onderin pakken. Ja, oké. Okay, deze maar, AI, oh, deze AI is eng. Ja. En zeg, ik zie nooit AI 999 doen. Dus dat... En jij zei van tevoren al, ik maak me zorgen om Patty. Patty. Ja. Nog een keertje. Waar zou ik nou naartoe gaan? Ja, geen idee. Oké, prima. Oh. Mag ik nog een keer rollen? Helemaal goed, kijk maar. Hey, stop hier. Wow. En dan is dit ook weer 1, weet je? Nee. Nee. Ja, goed dan maar. Nee, zelfs stocks en dan kan ik zo meteen weer gaan voor mijn volgende promotie. 2. Wauw. Wedden, dan landt Patty zo meteen op haarzelf en investeert ze degene die 170. Ja, waarschijnlijk. Hey, betalen, bitch. Zo. Hallo? Hallo. De game vindt echt gewoon die achtergrond gewoon kloten. Als je... Nee, hij is vastgelopen. Nee. Ja, hij is gecrashed. En hij slaat hij niet zo bij net als bij Mario Party dat gebeuren op, zeg maar? Nee, je kan het wel opslaan, maar dat is handmatig. Oh, fucked up. Ja. Goed, bedankt voor het kijken van deze Fortune. Jordi heeft deze gewonnen. dit is wel echt zuur. Ja, dat was het de vorige keer ook zo met Sander en Simon. Ja, nou, de volgende aflevering doen we welke baan ook alweer? Delfino Plaza. Delfino Plaza. Krijgen we ook een Delfino Plaza muziekje? Ja. Nice. Ik wil bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zien je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.